Rotterdam, de grootste haven van de wereld, die in 1964 meer dan 27.000 zeeschepen ontving, heeft op de jaarlijkse havendag opnieuw aan honderden gasten uit binnen- en buitenland vol trots de uitbreidingen getoond die het in zijn grote havengebied in één jaar tijds onderging. Per autobus voerde men het gezelschap van deskundigen en journalisten via Pernis, waar zich een deel van de olieindustrie bevindt, verder naar het westen, waar in de jaren 50 talrijke nieuwe havens werden gegraven, rondom welke zich nieuwe industrieën vestigden. In dit gebied, het Botlekgebied, ging de ontwikkeling dermate snel dat binnen enkele jaren alle bouwterrein was uitgegeven. Behalve nieuwe fabrieken vestigden zich hier ook talrijke overslagbedrijven. Maar Rotterdam ging verder naar het westen. Europoort ontstond. Vlaggen markeren de plaatsen waar straks de eerste spade in de grond gaat voor nieuwe industriële vestigingen in de nabijheid van de monding van de Nieuwe Waterweg. Als een van de eerste industrieën is hier een olieraffinaderij van een Amerikaanse maatschappij verrezen die daags na de havendag op Amerikaanse manier in gebruik werd gesteld. Aan de gepavoiseerde steiger meerde de Rotterdam van de Holland-Amerika-lijn die op die dag ter beschikking stond van het personeel en de gasten van de maatschappij. Hier ging men even van boord om de officiële opening van het bedrijf bij te wonen. Deze raffinaderij, waarvan de bouw bijna 200 miljoen gulden heeft gekost en die per jaar ongeveer 3 miljoen ton ruwe olie zal verwerken, zal, zoals minister Den Uyl aan de president van de maatschappij, de heer Whiteford, meedeelde, ertoe bijdragen dat Nederland nu in Europa de grootste exporteur van petroleumproducten wordt. Een eenvoudig monumentje herinnert aan de ministeriële tussenkomst bij de opening van de raffinaderij in dit nieuwe gebied van Europoort, dat in de nabije toekomst mammoettankers met een laadvermogen van 165.000 ton zal kunnen ontvangen.